Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe animatiefilm Ron's Gone Wrong. En deze film is dus een van de projecten die is overgedragen van Fox naar Disney toe. En hij is dus uitgegeven onder de banner van 20th Century Films. Maar je merkt tijdens deze film wel dat ze nu onder Disney vallen. Want je ziet bijvoorbeeld referenties naar Marvel en Star Wars voorbij komen. Maar ik had eigenlijk niet echt interesse in deze film. Want ik had er ook helemaal niet van gehoord voordat die uitkwam. Maar nu die dus uit is, zag ik best wel wat positieve reviews staan. En nu ik dus even de tijd had, heb ik hem een kans gegeven. Ik moet zeggen dat deze film me best goed bevallen is, want dit is gewoon een hele leuke familievriendelijke film. En in principe kan je dus kinderen van alle leeftijden meenemen naar deze film. Maar de film heeft ook veel te bieden voor volwassenen. Niet alleen in de humor, en er zit echt één grap in die me echt verbaast dat die erin zit. Dat het zeg maar niet eruit geschrapt is. Het is nogal een gewaagde grap voor een kinderfilm, maar ik kon het op zich ook wel waarderen dat ze het zo ver durfden te pushen. Misschien als je de film gezien hebt, dan weet je waar ik het over heb, maar het heeft te maken met een bepaalde foto. Maar ook op een dieper vlak is er voor volwassenen best wel wat te ontdekken in deze film. Want ze hebben dus allemaal een soort van robots die kinderen en volwassenen allemaal gebruiken. Die robots lijken eigenlijk heel erg op het logootje van Android. En dat is misschien ook een beetje bewust gedaan, want deze robots zijn eigenlijk een soort metafoor voor smartphones. En de film gaat dus ook in op hoe nieuwe technologie, zoals smartphones of in dit geval robots, een nieuwe generatie kan beïnvloeden. En kinderen veranderen ten opzichte van vroeger. En ondanks dat het dus allemaal thema's zijn die wel vaker aangepakt zijn en die je misschien een beetje bekend aanvoelen, het is wel gewoon heel erg goed uitgevoerd in deze film. Want de hoofdpersoon in deze film is dus een beetje een buitenbeentje en door de film heen leert hij het dus weer om gewoon langzaam vrienden te maken in zijn stadje. Maar het hele ding van Ron's Gone Wrong heeft dus te maken met zijn robot die zijn vader op een gegeven moment van een vrachtwagenchauffeur afkoopt omdat die robot van de vrachtwagen af was gevallen. En daardoor functioneert deze robot niet zoals die andere bots dat doen en zoals die het hoort te doen. Maar daardoor begint er dus een heel avontuur en deze ondeugende robot die niet dezelfde regels heeft als de robots die gewoon helemaal perfect afgemaakt zijn. Die zorgen dus best wel voor wat plezier. En wat ik ook wel een cool detail vind is dat de hoofdpersoon in deze film van Bulgaarse afkomst is. En dat ze dus ook een klein beetje Bulgaarse cultuur erbij betrekken. En dat kan ik altijd wel waarderen wanneer je gewoon een bepaalde cultuur in je film erbij weet te betrekken. Zonder dat het per se de hele focus van de film is. Maar het zit wel gewoon heel erg netjes op de achtergrond. Maar zijn Bulgaarse oma is dan dus ook wel een van de hoogtepunten en een van de grappigere personages in deze film, maar veel van de humor komt dus van Ron zelf af. En ja, al met al was ik dus best wel positief verrast door deze film. Zelfs nadat ik dus de goede cijfers zag staan, was deze film me wel gewoon goed bevallen. En helemaal als je dus kinderen hebt of je zoekt gewoon een leuke film voor de hele familie, dan is deze film daar gewoon heel erg geschikt voor. Maar het is ook weer niet dat ik zeg van je moet nu echt per se naar de bioscoop toe rennen om daar te kijken, want over een paar maanden staat die waarschijnlijk gewoon op Disney Plus ook. Maar ja, hebben jullie al de kans gehad om Ron's Gone Wrong te checken? Wat vonden jullie van de film? Laat het me weten. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.